Ik denk dat het succes van Klein Gent, het warmste dorp, ligt in de concreetheid. We zijn gestart met ook een maquette die we uitgestald hebben in het Stammuseum in Gent eigenlijk. En de mensen weten exact over wat dat gaat. Dus het feit, voor elke 4000 euro dat gedoneerd is, dat is de prijs van één woonunit, hebben we de mensen beloofd om een woonunit ook te kopen. En die staan daar ook. Het opgehaald bedrag is eigenlijk grotendeels al gebruikt, zoals Leila zei. Dus voor de woonunits, die zijn er al geplaatst. Dus voor het centrale gedeelte was er geld opzij gelegd. Dus dat is ook bezig. En dan gaan we nog een beetje geld overhouden of opzij leggen eigenlijk voor de reparaties en voor eventueel ook inboedel van die woonunits. Want die gaan daar ja, toch enkele jaren staan. Dus die gezinnen gaan nog wat ondersteuning nodig hebben de komende jaren. We hadden een klein Turkije in Gent en nu hebben we een klein Gent in Turkije. Superleuk, ja.